Wat gaat er aan vooraf voordat je dat interview met een minister hebt of met een Kamerlid? Nou, daar wordt wel veel over gesproken met elkaar. En dus politici zeggen wel eens van wij willen het wel, maar dan willen we wel op de voorpagina komen bijvoorbeeld. Dat is iets wat wij nooit beloven. Heb je wel eens boze politieke partijen aan de telefoon die het niet eens zijn met het gewogen resultaat de volgende ochtend in een krant? Nee, de partijen zijn er eigenlijk heel professioneel in, denk ik, als je dat zo mag noemen. Ik heb wel zelf een keer Rutte gemaild. Mag dat ook? Namelijk, toen had hij een groot interview in de Telegraaf en toen heb ik gezegd, je staat in de verkeerde krant. Je staat weer in een Amsterdamse krant, in een krant van rancuneus Nederland. Wij zijn de krant van heel Nederland. En de keer daarna stond hij bij ons. En deal je dan ook met partijen om tot zo'n moment te komen? Heb je een onderhandeling? Ontmoet je ze? Bellen voorlichters, adviseurs? In een opwelling heb ik toen werd ik gebeld. En in een opwelling heb ik wel gezegd, luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt. Hè? Dus je doet het via ons voortaan. Ja, misschien moet je dit niet onthullen, maar dit is wel een beetje hoe het gaat. Mijn belang is, ik heb bijna 1 miljoen lezers en ik wil dat zij die politici bij hun in hun krant zien. En dat ze niet moeten horen dat ze ergens anders staan. De boodschap van de politici wil ik zo goed mogelijk overbrengen. Daar hoef ik ze niet over door te zagen. Maar het moet wel bij ons.